Tot de mooiste plekken op aarde behoren ongetwijfeld de Azoren, waar ik mij nu bevind op het eiland São Gorge, waar ik te gast ben bij Rini en Pieter Adriaans, allebei kunstenaars. Pieter is filosoof, maar hij is ook hoogleraar in de informatica. Daarnaast is hij schilder, een briljant gitarist en eigenlijk nog veel meer. En ik ben tot zijn conservator benoemd, zeg maar, van de eerstvolgende expositie die hij doet, waarover later meer. En inmiddels zijn we ook naar een soort opslagplaatsje geweest waar duizenden tekeningen en schilderijen liggen die hij al heeft gemaakt. Verder heeft hij ook een website waar die duizenden tekeningen en schilderijen ook op zijn te zien. En ook heel veel muziek die hij in de loop van de tijd heeft gemaakt. Plus een aantal computerexperimenten die ook heel erg bijzonder zijn. Het atelier van Pieter bevindt zich in een voormalige kaasfabriek op São Jorge. En die naam draagt het atelier dan ook in het Nederlands. Op het eiland maakt hij zich verdienstelijk voor de lokale bevolking. Zo ook voor een plaatselijke wijnboer die zijn beeldenaar graag voor het nageslacht wilde bewaren in de vorm van een portret op de muur van zijn schuur. Schilderen heeft veel te maken met ontroering. Als Pieter zijn verzamelde werk bekijkt, herhaalt zich soms de gemoedstoestand van wel eer. Ik zie aan je, zeg maar, van dat er emoties zijn die je toen had en die nu terugkeren. Ja, kun je daar tegen? Nou, niet zo goed, niet altijd, nee. Dat zo'n portret van mijn vader uitpakken, dat doet me wat, ja. Er zitten hier verschrikkelijke emotionele schilderijen en tekeningen, ook in het archief nog. Ja, die bewijzen van spreken nauwelijks naar durf te kijken, zeg maar. Dat is... Ja, want vrienden van jou, die hebben wel eens een keer gezegd, we kunnen precies zien in wat voor periode jij gezeten hebt. Ja, nou, dat, sterker nog, als je mijn werk bekijkt, en ik heb dus die 1300 werken op het web staan, en dan zie je ineens van, bijvoorbeeld, ik heb in 80 jaar een crisis in mijn huwelijk gehad met Rini, en dat zie je, bam, dat zie je in mijn werk, zie je onmiddellijk gebeuren. Ik zie in mijn jeugd heb ik een ongelooflijke depressieve tijd gehad, en je kunt het onmiddellijk zien aan de tekeningen. En als ik die tekeningen dan weer zie, ja, dat is een existentiële, net zoals vakantietekeningen. Ik heb honderden fotoboeken, nou honderden, maar een aantal fotoboeken. Maar de tekeningen die ik gemaakt heb, daar zijnde, die nemen onmiddellijk, brengen die me terug naar die ervaring. Die zit in die tekening. En ik zeg ook altijd van, ik schilder niet zeg maar wat er is, als ik op vakantie ben of als ik een aquarel maak of een landschapje, maar ik schilder dat ik er ben. En dat gevoel komt weer terug. Hier ook, bijvoorbeeld deze. Dit is de baai van Manadas. En dit is een prettig schilderij om naar te kijken voor mij. Je speelt met je voeten, je zit op de rotsen en het water klotst om je heen en er is wat schuim. Dat gevoel zit erin voor mij. Die emotie van met je lijf in dat landschap. En dat kan schilderkunst geven. Die appreciatie begint er misschien een beetje voor weg te gaan met internet. Maar dat zit in die doeken. Degene die ernaar kijken, ervaren die emotie ook of maakt je dat niet uit? Meestal niet. Of een vergelijkbare emotie. Maar ik heb wel eens gezegd, bijna iedereen koopt mijn schilderij om de verkeerde reden. Dus dat vind ik ook niet erg. Ik vind, kijk, want dat ik zo verschrikkelijk emotioneel was toen ik het maakte, dat voegt op zich niet zoveel toe aan de kwaliteit van het schilderij. Ik bedoel, ik maak goede schilderijen, hoop ik dan. Maar ze zijn niet goed omdat ik die emotie had toen ik het maakte. Het eiland is een grote inspiratiebron voor Pieter. De plaatselijke gewoonte, zoals deze processie ter ere van Santa Barbara, is er één van. Kunst is het niet alleen om naar te kijken, maar ook om erover te praten. Pieter en ik gaan in gesprek over de tentoonstelling, wat hem beweegt en wat ik erin zie. De titel is Interflections. We zijn hier bezig met iets wat ik nog nooit gedaan heb. En ik vond het heel erg leuk dat je dat vroeg. Ja. Om een tentoonstelling
om daar de conservator van te zijn. Ja, nou echt, ja, conservator, ja. Ja, ja. Dus we hebben een aantal schilderijen hebben we uitgezocht aan de hand van een aantal thema's. En daardoor heb ik je toch wel weer iets beter leren kennen, eigenlijk. Dus, kun je iets vertellen? Jij kent me natuurlijk al lang. En een van de redenen dat ik het leuk vond om jou als conservator uit te nodigen, was dat je denkt van, we waren over mijn kunst aan het praten. En dat komt omdat je ook met een film bezig was. En toen dacht ik van, hé, hij heeft eigenlijk wel, hij ziet dingen, vooral over mijn werk als wetenschapper en als kunstenaar en de verbanden daartussen, die eigenlijk nooit boven water komen. Dus dat vond ik ontzettend leuk en nou ja, toen kwam dat idee naar boven. Maar vertel eens, wat kun je vertellen over deze tentoonstelling? Hoe is dat voor jou, hoe heb jij dat ervaren dat je door dat werk mocht gaan? Nou, in de eerste plaats, het werk van jou is natuurlijk heel erg veelzijdig. Mm-hmm. En het leuke is als het over werk gaat, ik heb eerder werk gemaakt voor jou dan andersom. Want ja. In de vorige onderneming Surlogic heb ik samen met Wil Martens en nog een complexiteitsboek. Een boek heb ik gemaakt en nog een aantal brochures. En zo door de loop der jaren heen, bijna 30 jaar, dan vraag je toch op een gegeven moment af, wie is die Adriaans nou eigenlijk? Is het nou... Onderweg hadden we het daar al over. Is het nou een kunstenaar of is het nou een kunstenmaker? Dat is een onderscheid wat je in bijna andere talen namelijk niet hebt. Kunstenmaker is negatief. Ja. En zo bedoelde ik het ook. Okay. Want ik denk, het is allemaal prachtig wat je schildert. Maar waar komt nou die ziel vandaan om de dingen te doen? Want ik bedoel, je kunt ontzettend figuratief kun je schilderen. Mm-hmm. Nou, er hangen hier ook werken, die zal ik wel laten zien. Zeg maar, dat zijn kronkels. Wat het gecompliceerd maakt, dat is dat je muzikant bent, je bent schilder in verschillende stijlen, je bent filosoof, je bent een hoogleraar in de informatica en dan ben je ook nog een restaurant begonnen. en dan ga je toch kijken, als je dan op een gegeven moment vraagt mij als conservator een tentoonstelling te maken, dan ga je zoeken wat zit er nou in het brein van die man en wat beweegt hem nou? Is het nou een kunstenmaker die heel handig is in techniek, of is het ook iemand die iets voelt. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, want toen op een gegeven moment kwamen we naar elders hier in de catacomben, zeg maar, van het huis van je broer. Ja, ik heb een magazijn daar waar heel veel kunst staat, daar zijn we door geweest. En daar ben ik eigenlijk min of meer, en ook een klein beetje voor die tijd, ben ik tot de conclusie gekomen dat bijna alles wat je doet, dat het te maken heeft met soms hele diepe emoties. En die reflecteren zich op een heleboel manieren. De meeste kunstenaars hebben één stijl of via een bepaalde stijl groeien ze ergens naartoe. Maar hier hebben we zwart-wit kronkels hier. En die ontspruiten allemaal vanuit een bepaald gevoel dat je iets moet doen. En dat is in eerste instantie, hoeft dat helemaal niet figuratief te zijn. Zoals Rini dat altijd noemt, het streepisme. Namelijk dat je werkt namelijk met strepen. Arceringen, Met arceringen. In kleur. En daar, ja, vul het maar even aan, want ik ben natuurlijk geen kunstenaar. Nee, maar je ziet het. Maar je ziet dat en dat komt ergens vandaan. En dat is iets, zeg maar, van wat mij eigenlijk wel intrigeert. Want ik bedoel, ik ben niet echt zeg maar, van de kunst. Dus is het voor mij, omdat ik journalist ben, een journalistiek ontdekken. Wat is de achtergrond? Het wie, wat, het waar, waarom, het hoe, wanneer. Oké, en stel nou dat van de zomer mensen uit Nederland hier komen. En die kennen natuurlijk Pieter van Manasinho. Ik heb een café, een restaurant waar veel van mijn werk hangt. Maar dit is allemaal huisje, boompje, beestje. Hè? Dat is, jij hebt dit werk gekozen. Ik vond dat heel leuk, omdat het eigenlijk heel erg tegen mijn abstracte en veel meer gedurfde werk, dat heb je uitgekozen. Maar nou komen mensen hier van de zomer, die willen misschien die tentoonstelling zien. Wat gaan ze van mij leren? Wat heb jij gekozen voor hen om als ontdekkingstocht te dienen? Ja, nou, er zitten een paar dingen bij, zijn van die mij natuurlijk persoonlijk raken, want dat is het enige waar ik het over kan hebben. Nee, maar dat is... En er is nog noem eens wat. En er is natuurlijk nog een aspect, ik bedoel, van jij bent natuurlijk ook docent. Ja. Ik bedoel, je geeft gitaarles, je geeft college in Amsterdam.
Dus kennelijk wil jij ook iets vertellen. Wat jij wil vertellen, zeg maar, dat is eigenlijk tamelijk universeel. Er staat hier bijvoorbeeld ook een portret, zeg maar, van je vader. Mm-hmm. Die heb je 2 keer geschilderd. Ja. De ene keer in een licht hautaine houding. Ja. Hè, zoals, wij hebben het erover gehad, allebei onze vaders, die verdienden, zeg maar, qua opvoeding niet de schoonheidsprijs, laat ik het nou zo zeggen. Nou, even, hè? Ja, dat is, dat, maar dat in hun latere leven werden ze juist heel erg mild. En dan zie je die ontwikkeling, die zie je daarin. En dat is iets, zeg maar, van wat ons ook wat treft. Dat vond ik ook heel mooi, zeg maar, van de manier waarop hij zijn handen deed. En ik denk dat een heleboel mensen die ooit meegemaakt hebben en een stervende hebben. Ik heb hem geschilderd een paar weken voor zijn dood. We wisten dat hij dood zou gaan, allebei. Dus dat was een heel emotioneel moment. Ja, en ik ben met mijn vader naar Amsterdam geweest ongeveer een dag of 10 voor zijn dood. Okay. Voor die tijd kon er niet zo goed overweg en die man die heeft me heel veel waardering gegeven. En het andere wat mij ook trof en waarin je het kan leren, dat is het Christusbeeld. Hè? De kijkers, dat zal ik dat straks laten zien. Ja. Maar dat is namelijk ook dat is het lijden. Hè? Daar gaan kronkels gaan daar aan vooraf. En die kronkels die hebben ontzettend veel te maken. Naar mijn idee, met hersenspinsels bij jou, maar misschien wel met woede, misschien wel met wraak, misschien wel. Enfin, en daar komt op een gegeven moment de stervende Christus komt eruit. En als theoloog, wat ik ook ben, is dat natuurlijk wel iets wat mensen, wat mij aanspreekt. En ik denk andere mensen ook als je niet gelooft, dan gaat daar zo'n ontzettende dramatiek van uit. Daarachter daar zie je ook nog een stuk, zeg maar, van de wereld. Tenminste, ik neem aan dat je dat bedoelt. En dat is een hele ingrijpende boodschap. Zeker ook op een eiland waar we nu zijn, waar geloof heel belangrijk is. Ja, ik dacht dus misschien dat mensen het blasfemisch zouden vinden. Of niet geschokt zou zijn, dat je Christus van boven ziet. Ja. En dat is een hele laten we zeggen, gebruikelijke pose. Kun je het beeld beschrijven voor jou als theoloog? Wat zie je als theoloog? Of wat zie je als mens? Dat... Wat ik daar zie, je ziet in de schrift, dat staat in Matthäus, dat zijn kleren die werden verdobbeld, wat je daar ook ziet gebeuren. En dan komt op een gegeven moment, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Dat zit in dat schilderij. Hij kijkt naar God en zegt, mijn God. Kijk, en als mensen je verlaten, dat is erg. En zeker als je aan zo'n kruis hangt en je weet dat je er niet meer vanaf komt. Wij kunnen bidden tot God. Hè? Ik doe dat en jij doet dat waarschijnlijk ook wel eens. Ja. Jij bidt door middel van je werk. Ik bid, goed. Schilder is voor mij bidden. Dat heeft ermee te maken. Dat heeft ermee te maken. Dus dat heeft. En dit is een hele intense religieuze beleving van verlatenheid die mensen natuurlijk ook kennen. Want iedereen heeft in zijn leven wel eens een afgrijzelijk dieptepunt, waarvan je op een gegeven moment denkt, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? He? Ja, nou goed, ik kan natuurlijk niet objectief interviewen meer, want ik vind het, je haalt er, ik wil niet zeggen precies uit, maar je haalt er lagen uit die er voor mij absoluut in zitten. En ik ben zo ontzettend blij dat dan kennelijk is aangebracht. Ik zeg zelf altijd, je moet net zo lang naar een schilderij kijken als het gekost heeft om het te maken. Ja. En dat is een vrij serieuze opmerking. Ja. Maar kijk, ik ben zelf ontzettend blij met het feit dat je dit hebt willen doen. Want het is heel leuk om te zien en heel leerzaam ook wat een ander selecteert. En wat voor doorstreek die maakt uit dat complexe werk wat je hebt. En je hebt er een orde in aangebracht, die ik zelf ook wel zie, maar om het zo bij elkaar te zien en we moeten het nog beter inrichten, dat is wel een heel groot goed. Dus ik wil je eigenlijk ontzettend bedanken voor deze rol als conservator van mijn werk. Dank je wel. Het is eigenlijk ook de eerste keer, ik heb wel met galeriehouders tentoonstellingen ingericht, trouwens ook wel met museumdirecteuren, maar zo iemand die je echt de vrije hand geeft om in je werk te grasduinen en dan zijn verhaal te vertellen met jouw werk. Ik denk dat het ontzettend geslaagd is. Ik moet er nog heel veel over nadenken. Ik ga ook een hele zomer van genieten. Want deze tentoonstelling blijft hier de hele zomer.